Hi iedereen, vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En voordat je afvraagt, waar is Tara? Tara is een beetje ziekjes, dus ik zei tegen haar, weet je, rust gewoon dit weekend even lekker uit. En dan ga ik gewoon in mijn eentje een video voor jullie opnemen. Dus ik dacht, het is wel heel erg leuk om misschien weer even een oude klassieker terug te brengen. En daarom leek het mij leuk om weer een What's in my bag video op te nemen. Dus ben je benieuwd wat er zoal in mijn tas zit, wat ik zo ongeveer dagelijks wel meesleep? Kijk dan vooral verder. Ik heb momenteel ongeveer 2 of 3 tassen die ik een beetje afwissel met elkaar. Het hangt wel een beetje af of ik die dag veel of weinig mee hoef mee te nemen. Dus op dagen dat ik niet zo heel veel hoef mee te nemen, gebruik ik dit tasje. Het is Rebecca Minkoff 5 Zip in zwart leer met zilveren hardware. Deze heb ik laatst in Amerika gekocht en ik ben hier echt super blij mee. Het is gewoon een tasje die overal bij past. En er past best wel veel in, maar natuurlijk niet mega veel. Dus het is echt op dagen dat ik niet heel veel hoef mee te nemen dat ik deze gebruik. En hij is gewoon heel erg chill. Maar verder ga ik in deze video mijn nieuwe rugtasje laten zien. Dat is deze. Hij is van Michael Kors. En zoals je kan zien is hij dus een stuk groter. Dus er past veel meer spullen in. Dus ik dacht voor deze video is het wel leuk als ik gewoon een What's in my bag video over deze tas doe. Dus allereerst, ja, deze rugtas. Als je Serena en Tara ook volgt, dan heb je misschien vast wel gezien dat zij ook deze rugtas hebben. Serena heeft hem ook in zwart met zilveren hardware zoals deze, maar dan zonder de studs. En Tara heeft precies dezelfde, maar die heeft hem met gouden hardware. Dus het is wel heel erg leuk dat ik nu als laatste ook dezelfde rugtas heb. Zijn we een soort van matching met elkaar. Ik heb hem nog niet heel erg lang, maar ik vind hem wel echt heel erg chill. Dus het leek me ook wel leuk om deze gelijk in deze video aan jullie te laten zien. Het is een vrij klein modelletje, maar toch ook weer niet super klein. Er past echt heel veel in. Hij voelt ook wel echt redelijk zwaar nu aan, omdat ik hem vol heb gestopt met alle spulletjes die ik normaal meeneem. En ja, dat is natuurlijk gewoon het punt van deze video, dus laten we gewoon gelijk beginnen. De tas heeft meerdere vakjes, wat ik wel heel erg chill vind. Hiervoor zit ook een vak. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat dit een nep vak was. Vaak heb je dat met dat is gewoon een rits doen voor de sier. Maar er zit niks in kwijt kan, maar dat is in dit geval niet. Hij heeft 2 ritsen, dus die kan je hier gewoon zo open doen. En normaal bewaar ik hier mijn oordopjes in. Het is een beetje een vrij smal vak. Er past niet zo heel veel in, maar gewoon kleine dingetjes zouden er wel in passen. En dan ga ik denk ik eerst eventjes naar het grote vak. Dat is de achterste rits. En daar heb ik allereerst een muts in zitten. Echt met deze temperaturen vind ik het gewoon heel erg fijn om toch voor de zekerheid een muts mee te nemen. Dan kan ik die gewoon opdoen mocht ik toch ineens buiten moeten gaan fietsen of het is in één keer veel kouder. Dus ik heb deze erin zitten. Deze is van de webshop Comcat Fashion. Nou, bij een muts horen natuurlijk ook handschoenen, dus die heb ik ook eventjes gelijk ingedaan. Soms draag ik ze en soms doe ik ze gewoon in mijn tas voor als ik ze dus echt moet aandoen vanwege de kou. En dit zijn leren handschoenen, maar het fijne aan deze zijn dat ze touchscreen zijn. En deze heb ik in Amerika gekocht bij Macy's. En ze hebben zo'n heel lief, zacht, fluffy randje eraan. Maar ik vind het ook gewoon heel erg chill dat ze gewoon werken. Dus met een smartphone. Dat is wel echt super handig. Verder heb ik ook nog een deo erin zitten van Dolph. Dit is echt zo'n roldeo. Maar ik vind hem gewoon heel erg fijn omdat hij wat kleiner van formaat is. Het is ook heel erg fijn om een droog shampoo mee te nemen. Dus het is een heel klein flesje. Dit is er eentje van Gina Tricot. Die heb ik echt al heel lang geleden gekocht. Toen ik in Zweden was met Serena. En ik vind hem gewoon heel erg fijn omdat het ja, een klein formaatje heeft. En natuurlijk heb je de droogshampoos ook van andere merken in kleine formaatjes. Maar ik heb gewoon deze en hij is nog steeds niet op. Als je echt van een beetje die hele erge poederige babygeurtjes houdt. Dus Zwitserachtige geurtjes. Dan moet je deze echt even proberen. Hij is super poederig. Hij is niet per se heel erg goed voor als je donker haar hebt. Want je krijgt er wel echt een witte waas van. Maar ik vind het geurtje wel echt heel erg lekker. En ja, ik maak deze gewoon op totdat hij op is. Oh ja, en ik vind het fijn om droog shampoo mee te nemen. Omdat soms gedurende de dag kan je haar nog wel eens wat platter gaan zitten. En met een droog shampoo kan ik dan net even weer wat volume in mijn haar doen. En dan zit het weer beter. Dus ik vind het wel heel erg fijn om een droog shampoo altijd mee op zak te hebben. Verder heb ik ook dit hoesje erin zitten. Deze hebben jullie ook wel, net zoals mijn... wat was het? Net zoals mijn handschoenen kunnen zien in de Amerika shoplog die ik destijds heb opgenomen. Daar komt deze namelijk ook vandaan. Ik heb deze gekocht bij TJ Maxx volgens mij. En dit is een heel groot hoesje die je dus om je telefoon doet. Maar dat is omdat hij je telefoon kan opladen. Mijn telefoon is echt zeer onbetrouwbaar. Eén keer valt hij uit met 30%, dan valt hij weer uit met 20%, dan weer met 10%. En soms blijft hij gewoon met 1% heel lang hangen. Zeer onbetrouwbaar, dus ik verlaat het huis echt niet meer zonder een mobiele oplader. En in dit geval gebruik ik deze heel erg graag. Want ik vind hem gewoon heel erg chill dat ik hem gewoon kan blijven gebruiken. En niet dat mijn telefoon aan een kabel en dan aan een powerbank vast zit. Ik
vind deze echt top. En hij is helaas wel een beetje gekleurd. Hij is hier een beetje bruin geworden. Een beetje vies. Maar ik vind hem, ik ben er echt super blij mee. En ik raad iedereen zo'n hoes aan. Als je zeg maar ook zo'n batterij hebt die best wel onbetrouwbaar is. Verder heb ik een pakje zakdoekjes erin zitten. Altijd handig voor ja, van alles en nog wat natuurlijk. Volgens mij hoef ik dat niet echt uit te leggen. Ook heb ik hier de vlogcamera in zitten. En deze zit in een hoesje van, volgens mij is dit van de Tiger. Dit is de Canon G7X. En dit is alweer het oude model. Volgens mij als je deze camera wilt, dan heb je inmiddels het nieuwe model. Maar het is nog steeds een fijne camera. Hier vloggen wij meestal mee. En ja, chill ding. Die heb ik dus deze keer even op zak. En in dit zakje dragen we ook altijd een extra batterij. Nou, dan kom ik verder nog aan bij mijn sleutels. Oh ja, wat trouwens ook wel heel chill is aan deze tas. Aan de binnenkant zit nog een vakje. En daar zit zo'n touwtje in met een clip. En daar kun je dus je sleutels aan hangen. Ik heb daar wel een... ik heb er natuurlijk sleutels aan hangen. Maar ik heb er ook een invisible aan hangen. Ik vind hem heel erg fijn om die gewoon on the go te hebben. Daar heb ik altijd iets om mijn haar misschien mee vast te doen. Maar ik vind het ook heel erg fijn om hem gewoon zo aan mijn arm te doen. En ik heb ook een USB-stickje eraan zitten. Dus eentje van Damon Cup die ik een keertje bij een perspakket heb gehad. En deze vond ik wel heel erg makkelijk. Hij is gewoon heel erg klein. En heb je altijd een USB-stick bij je mocht dat nodig zijn. Ik had laatst een afspraak en ik was vergeten dat ik een USB-stick aan mijn sleutelbos heb. Want ik heb ook nog een ander projectje op deze gezet. Dit is een heel grappig USB-stickje in de vorm van een nagellakflesje van Essence. Ik heb ook een keer gehad in een goodie bag, dus deze heb ik toevallig ook nog in de tas zitten. Nou, uiteraard heb ik ook nog een portemonnee in mijn tas zitten en ik gebruik momenteel deze. Ik heb deze voor kerst gehad van mijn vriend, want ik wil heel graag een Rebecca Minkoff portemonneetje. Dus ik had hem een paar opties gestuurd en toen heb ik deze gekregen. Hij is bordeaux rood met een hele mooie rij stuts hier aan de voorkant en hier staat Rebecca Minkoff. En aan de achterkant zit een klein stukje. Oh no, ik heb hier eigenlijk altijd mijn OV-chipkaart in zitten. Maar die zit er nu niet in. Dus nu moet ik zo meteen even wat jassen afgaan om te kijken waar die is. Want die is wel heel erg belangrijk. En verder is het gewoon een rit. En dan maak je hem zo open. En dan heeft hij 1, 2, 3, 3 grote vakken. En dan hier aan de zijkant heeft hij nog een vakje. En hier ook. Dus het is best wel chill. Past heel veel in. Al is het wel een wat groter portemonneetje op zich. Meestal ben ik van die kleine pouches gewend. Maar met deze portemonnee ben ik wel eindelijk een keer georganiseerd. Want ik heb echt mijn pasjes op soort eigenlijk bij elkaar gezet. En ik heb er ook nog wat muntjes in zitten. Ik heb er natuurlijk ook een Starbucks stempelkaart in zitten. Even kijken hoe ver ik nog moet. Oh. Ik moet er nog 5 en dan heb ik eindelijk eens een gratis drankje. Dus dat duurt eventjes. Verder heb ik gewoon wat muntgeld erin zitten. Wat business cards. Die ziet er zo uit. En verder gewoon allemaal andere pasjes. Wat je misschien vast wel kent. Dus dat is de portemonnee. Dan heb ik ook een zonnebril erin zitten. Ik weet dat we niet zo heel veel zonuren hebben. Alhoewel de zon nu redelijk schijnt. Dat betekent dus dat we ook vaak gewoon een zonnebril wel kunnen dragen. Dus ik vind het heel erg fijn om die ook in de tas te hebben. En mocht je mij op Instagram volgen, dan heb je misschien wel gezien dat ik deze een tijdje kwijt was. Maar hij is terecht. En dat is deze Ray-Ban Round met paarse glazen. Ik ben er echt super blij mee. En ik vind deze gewoon heel erg leuk. Hij brengt een beetje wat meer kleur in mijn leven. Zoals je kan zien. En ik vind hem heel erg leuk voor in de zomer. Maar ook gewoon voor nu. En ik ben gewoon sowieso ook dol op dit model. Ik heb hem ook gewoon in een gunmetal kleur volgens mij. Super blij met deze. Dus die wil ik ook altijd graag in mijn tas hebben. Ga ik nu verder naar het vakje die ervoor zit. Dat is deze rits hier. Daar heb ik ook nog een paar dingetjes in zitten. Dit vak is wat smaller, zeg maar. Wat minder groot en wat minder diep eigenlijk. Dus er passen vooral wat smallere spulletjes in. En ik heb er niet zo heel veel in zitten deze keer. Ik heb er een pen in zitten. Vind ik altijd wel heel erg handig om bij me te hebben als ik iets moet gaan opschrijven. Dan heb ik ook mijn fietslampjes erin zitten. Een achterkant en een voorkant uiteraard. Ook altijd wel heel erg handig. Ik heb ook een hand sanitizer in zitten. Deze is van Merci Handy in de geur Cherry Cherry. En ik vind het heel erg lekker en fijn om dit bij me te hebben. Of als ik echt vieze handen heb. Of om eventjes... Wow, ik schrok er echt van. Ik heb echt mijn kriebels in mijn keel. Anyways, bedankt voor de onderbreking. Waar was ik? Oh ja, hand sanitizer dus. En ik vind het heel erg fijn om mezelf hier ook al een beetje mee op te frissen. Gewoon mijn handen bedoel ik, niet andere dingen. En dus die heb ik daarom in mijn tas zitten. Ruikt ook super lekker. Dus volgens mij zei ik dat al.
Oké, verder heb ik ook dit kleine pouch tasje erin zitten. Deze is van Fashionology en het is wel een heel fijn formaatje, want er past best wel wat in. Al heb ik hem niet helemaal volgestopt, want ik ben niet zo heel erg van heel veel make-up mee on the go nemen, want ik sleep al echt zoveel andere spullen met me mee. Maar ja, in dit tasje heb ik dus een aantal dingetjes zitten. Allereerst heb ik hier een spiegeltje zitten. Deze is van Lottie London. Ik weet niet zo goed wat het is, maar ik heb een keer een goodiebag gekregen. En het is gewoon een simpel handig spiegeltje. Altijd wel fijn om bij te hebben. Heb ik nog een Invisibobble. Dit is een donkergrijze bruine kleur. Ik heb ook een geurtje mee. Dit is zo'n hele handige rollerball. Als je een keer bij Sephora bent. Ja, waar dan ook eigenlijk Sephora. Dan moet je eens even kijken bij die geurtjes die ze hebben. Want ze hebben heel veel van die geurtjes in van deze rollerball uitvoeringen. En ze zijn heel erg fijn om gewoon mee on the go te nemen. Als je gewoon aan het reizen bent. Maar dus ook gewoon voor in je tas onderweg. Want die hebben hierboven een klein bolletje. En dan kan je zo heel makkelijk je parfum aanbrengen. En mijn geurtje is Amazing Grace van Philosophy. Is een van mijn favoriete geuren. En deze ruikt echt mega lekker. Lekker een beetje schoon. Ja, echt een beetje schoniger vind ik. Verder heb ik ook hier van Maybelline de New Matte Maker Mattifying Powder. Oh my god, soms zeg ik dingen echt zo raar. Sorry. Dit is gewoon een simpele matte poeder. En die vind ik heel erg fijn om gewoon gedurende de dag een beetje zo aan te brengen. Als ik een beetje aan het glimmen ben. Want meestal doe ik het gewoon eventjes met mijn hand. En dan eventjes zo drukken. Want als ik echt een kwast moet meenemen, dan wordt het hele ding van aan de binnenkant zo vies. Maar je hebt natuurlijk ook van die kwasten die je zeg maar kan inschuiven. Maar die heb ik volgens mij niet. Anyways, het werkt prima. Of ik neem iets van een wattenschuifje mee en die doe ik er dan in. Dat werkt eigenlijk ook heel erg goed, maar die heb ik momenteel niet. Maar ja, deze poeder dus. Ook nog een concealer mee. Deze is van Maybelline. De Instant Anti-Age Effect Cover Makeup Concealer. En deze heb ik in de kleur 01 Light. Die heb ik een keer in Berlijn gekocht. Want volgens mij hebben we deze niet in Nederland. Weet ik niet zeker. Misschien is het veranderd. Maar is een best wel fijne concealer. Niet de beste die ik ooit heb geprobeerd. Maar ik vind het wel heel erg fijn dat hij bovenop zo'n soort van bolletje heeft. Met een sponsje ingebouwd. En dat je het zo heel makkelijk kan aanbrengen. Heb ik ook nog wat pijnstillers bij me. Want ik ben echt een kind dat altijd hoofdpijn heeft. Het zijn de Kruidvat Ibuprofen Liquid Caps. En ik heb er 2 van mee. Niet echt een voorkeur als het maar Ibuprofen is. Want ik kan niet tegen andere dingen. Ook nog een klein tinnetje mee. Dat is deze, die heb ik van mijn moeder gehad. Hier zit lekkere shea butter in. En dat is super lekker, dat kan je echt voor alles gebruiken. Dus dat is ideaal. Als ik in één keer een wondje of weet je wel, van die pijnlijke nagelriemen, dan kan je het ermee insmeren. Ik smeer mijn lippen ermee in als je een droog plekje hebt ergens. Dus ik vind het altijd heel erg fijn om iets mee te hebben. Dat ik ook echt kan gebruiken voor meerdere plekjes op mijn lichaam. Dus super chill dit. En shea butter is echt super lekker. En als laatste denken jullie misschien wel dat ik gek ben. Maar ik heb in mijn tasje ook een choker zitten. Zoals jullie vast wel weten zijn Tara en ik echt dol op chokers. Bijna geen outfit bij mij nu is compleet zonder een choker. Ik heb er nu ook eentje om. Ik weet niet. Het maakt voor mij gewoon eventjes nu de outfit af. Misschien is het gewoon eventjes een fase. Dus ik dacht, ik heb even een choker in mijn tasje gedaan. Voor als ik dus dagen heb dat ik in de ochtend bijvoorbeeld met haast de deur uit ben gegaan. En vergeten ben een choker om te doen. Of een ketting of wat dan ook. Dus ik dacht, vind het wel heel erg handig om deze erin te doen. Mocht je ook helemaal into de choker trend zijn. Tara en ik hebben laatst ook een do-it-yourself choker video opgenomen. Ik zal die eventjes hier in het i'tje plaatsen. En ook in de beschrijving kan je daarop klikken. En dan laten we jullie zien hoe je zelf chokers kan maken. Heel erg leuk. En ja, ik dacht, vertel het eventjes. Nou, dat was dit kleine pouchje alweer. En volgens mij ben ik nu helemaal door de tas heen. Als ik dingen weet die je online kan shoppen trouwens, van wat ik nu allemaal heb laten zien, zal ik even linkjes in de beschrijving zetten. Dan kan je die ook zelf shoppen, mocht je het ook leuk vinden. Maar ja, dat was mijn tas. Hij is nou echt een stuk leger en lichter. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat er zo al in mijn tas zit. Nu moet ik wel zeggen dat ik echt niet altijd zoveel spullen meedraag. Ik ben echt wel een beetje leuk soms dat ik gewoon helemaal niet iets van beauty spulletjes meeneem. Soms gooi ik het gewoon allemaal eruit als het me allemaal te zwaar wordt. Maar echt op dagen dat ik heel veel meeneem of graag wil meenemen, dan zit dit er allemaal in. En meestal zit sowieso wel echt 70% van wat ik nu heb laten zien in mijn tas op een dagelijkse basis. Nou, ik hoop dat Tara binnenkort weer beter is. Laat eventjes in de comments een beterschapsboodschapje voor haar achter. Dat zou ik super leuk vinden. En ik denk dat zij het ook heel erg leuk vindt om te lezen. En laat me vooral eventjes weten wat voor essentials in jouw tas zitten. En welke tas jij op het moment draagt. Draag je een schoudertas, een klein tasje, een rugtas, een schooltas, een hele grote tas.
wat dan ook. Laat het eventjes weten in de comments. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie ook een hele fijne zondag toe. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie snel weer terug aankomende woensdag weer met een nieuwe video. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!